Welkom bij onze wekelijkse Touch of Gromy Covey. Een spreuk van Covey die we omdenken naar snelle denkers / hoogbegaafden. En waarin we concrete tips geven hoe je de 7 eigenschappen van Covey kan toepassen in een bepaalde situatie of problematiek. Dus bij deze, welkom en hopelijk brengen we een smile op je gezicht. En vooral geven we jou de energie om de komende week met die spreuk aan de slag te gaan. En alle feedback is altijd welkom als deze spreuk ergens jou heeft kunnen helpen. Onze spreuk voor deze week. Just as we develop our physical muscle through overcoming opposition, such as lifting weights, we develop our character muscle by overcoming challenges and adversity. We hebben allemaal onze portie tegenslag. En in de afgelopen jaren heb ik al veel volwassenen tegengekomen, oftewel als ouder ofwel voor zichzelf, die best wel aardig wat klappen hebben moeten incasseren. Meestal voor een stuk door de eigenschappen die specifiek zijn als hoogbegaafde snelle denker. Omdat de anderen niet altijd even snel denken en niet even grote sprongen maken. En altijd, als we de dingen bekijken, wil ik ze proberen omdenken, zodat je in een situatie zit waarin jij veel sterker staat, maar ook waar de andere zich beter gehoord voelt. Want een conflict is meestal tussen twee personen en geen van deze personen hebben het exclusieve recht om te zeggen dat het allemaal de ander zijn fout is. Helpt jou ook niks vooruit. Dus, als we deze spreuk, dus de tegenslagen die jou kunnen trainen, willen pakken als effectief een gewicht deze week, een gewicht om die spier te trainen, als je dat uw conflict reflecteert naar de eerste eigenschap, wees proactief. Kijk dan in het conflict, wat kan jij doen? Wat is jouw kant van het verhaal? Wat kon je anders aanpakken? Hoe kon je het anders zeggen? Zat er iets verbaal, iets non-verbaal? Heb je wel met alles rekening gehouden? Dus wat kon jij doen in deze situatie? Terugkijken. Maar nog belangrijker, wat kan jij doen als volgende stap om het conflict weer weg te werken en vooral naar oplossingen toe te werken? Tweede stap, begin met het einde voor ogen. Weet dat hoe scherper jouw visie en jouw missie is, hoe beter dat je weet waar dat je op lange termijn gaat komen, hoe beter dat je ook kunt evalueren of dat dit het conflict wel waard is. Als divergent denker zou je met alles kunnen bezig zijn. Hè? En dat is ook zo. Hè? Links ziet iets passeren, dat pakt nog mee. Rechts ziet iets passeren, daar wil je eigenlijk ook nog iets mee doen. Heel belangrijk een lange termijn visie te hebben. Een lange termijn doel op papier te zetten. Voor alle duidelijkheid, dat is niet tip van de week, want dat bouw je niet in één week. Dat is effectief iets waar je de tijd voor moet pakken. In ons traject zijn we daar eigenlijk 2 à 3 sessies naartoe aan het werken om dit laagje voor laagje tot op die vuurtorenniveau te krijgen. Maar voor het huidige conflict denk ik er goed na. Ja, wat wil ik de komende weken al bereiken en is dit iets belangrijk voor mij? Of is het eerder een conflict dat we kunnen relativeren? Heb ik eigenlijk overgereageerd vanuit bijvoorbeeld het gevoel van onrechtvaardigheid, dat toch wel niet afgesproken was om dat zo te doen? Of is het effectief wel een correcte situatie? En dan kan je, als stap 2 afgevinkt is en ja, het is ook belangrijk voor jou, dan kan je naar stap 3. Belangrijke zaken eerst. Wat kan jij de komende weken inplannen? 1. Voor het probleem te vermijden. Dus zijn er bepaalde kennis die je moet opdoen. Maar 2. Ook de tijd pakken om de relatie terug op te bouwen. En dan kom je vlekloos in de eigenschap 4, 5 en 6. 4. Denk win-win. Was in het conflict, was er een win-win situatie of heeft de andere partij eigenlijk er een stuk aan verloren als je eerlijk bent? Of op zijn minst voelde die dat zo aan? Hoe kan je zorgen dat je meer in de toekomst naar een win-win toewerkt in relatie tot andere personen? 6. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Zoals we meestal nogal snel gaan en grote sprongen maken, heb je eigenlijk het denkproces van de andere begrepen en mapt het voor een stuk op wat jij wou doen? Of heb je gewoon de sprong gemaakt zonder te kijken of de bezorgdheden van de andere persoon meegenomen waren, of dat zijn denkproces ook naar waarde werd ingeschat? Dus hoe voelde de andere zich? Om dan op termijn ook naar de 6e eigenschap te gaan, creëer synergie. Hoe ga je dat vertrouwen ofwel versterken ofwel terug opbouwen als het conflict fel is, zodanig dat je in vertrouwen de volgende keer naar de 3e oplossing kunt gaan zoeken? Want mogelijk heb jij gelijk en heeft de ander gelijk en is er eigenlijk een 3e oplossing.
waar je alle twee individueel nog niet aan gedacht hebt, waardoor dat je wel een grote stap vooruit zet en de volgende keer het conflict zich niet gaat voordoen. Ook de zevende eigenschap is bij tegenslag en conflicten heel belangrijk. Net zoals je als je sport je spieren moet kunnen recupereren, is dat ook zo. Als je een emotionele klap hebt, moet je ook de tijd geven om jouw lichaam en jouw geest te laten recupereren. Dat is iets dat we als snelle denkers ook nogal een keer gaan vergeten. Zeker degene die psychomotorisch over excitability hebben. Hè. De doeners onder ons, het moet vooruit gaan, het moet tempo, resultaatgericht. Hè. Dan ga je wel een keer vergeten dat jouw lichaam niet en jouw geest niet datzelfde tempo gaan aankunnen. Dus geef jouw lichaam de tijd, ga een keer gaan wandelen, ga in de natuur. Niet zo rustgevend om even uit het verhaal te stappen, te reflecteren terwijl dat je wandelt, om op die manier alles weer een beetje op een rijtje te zetten. En je komt dan ook nog wel een keer tot nieuwe oplossing. En twee, de soul. Geef ook door meditatie of wandeling, kan dat even ook een oplossing zijn, jouw geest de rust, zodanig dat je in een kalmere situatie terug in interactie kunt gaan met de persoon waar het conflict ontstaan is. De mind, kan je dingen bijleren om te zorgen dat je het conflict in de toekomst niet meer tegenkomt. Voorbeeld voor mezelf. Ik volg een NLP-cursus, Neuro-Linguistic Programming. En dat is een methodiek die net tot doel heeft om die connectie met andere mensen beter te kunnen leggen. Zowel verbaal als non-verbaal. Om op die manier meer in het verhaal te zijn. En eigenlijk de eigenschap van Covey veel beter te kunnen toepassen. Want de communicatie, het bericht dat je geeft is de reactie die je krijgt. Is een van de spreuken van de NLP of de axioma's binnen NLP. En dat komt erop neer. Als jij iets zegt, is het niet wat jij bedoelt dat de communicatie bepaalt, maar is de reactie van de andere die bepaalt wat je communicatie was. Als die heel kwaad wordt, ja, dan is er iets mis met de communicatie en de inschatting aan jouw kant. En dan moet je heel goed nadenken vanuit de eerste eigenschap. Wat had ik beter anders kunnen doen? Dus kan je dingen bijleren om in de toekomst de situatie te vermijden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het misgelopen is omdat je een paar competenties rond dat onderwerp eigenlijk miste en dan een keer wat bijlezen nuttig kan zijn. En dan de heart. Het is belangrijker van goede relaties op te bouwen dan altijd voor de winst te gaan, want met een goede relatie ga je lange termijn winsten hebben. Daar waar een quick win meestal een grote loss is op lange termijn. Voilà, zo heb je de zeven eigenschappen. Dus ik zou voorstellen, de komende week ga ermee aan de slag. Denk eens na over, als je een conflict tegenkomt, pas keer die zeven eigenschappen toe en kijk of er een verschil is. Heel benieuwd, alle feedback is welkom. Ook een challenge ga ik niet uit de weg. Dus als je een bepaalde conflict situatie hebt en dat je zegt, ja, maar dit is hier niet van toepassing, ja, dan wil ik altijd graag eens meedenken om te zien of dat we COVID-gewijs dit naar iets positiefs kunnen omzetten of dat je gelijk zou hebben. Dus ik zou zeggen, may the grummy COVID force be with you de komende week. Veel succes en ik kom volgende week met een nieuwe spreuk. Doei.